Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 66 hier in Mexico. Heb jij de vorige aflevering in de Verenigde Staten gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat jij deze dus gaat zien? Dat kan recht boven het i'tje. Klik daarop, zie natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media en mijn gebruikersnaam zijn in de beschrijving. En ja, Mexico, nog 3 rondes te gaan en dan zit dit seizoen er alweer op. Het is een heel snel seizoen verlopen. Dat komt ook vanwege de vakantie, want ja, ik ben dus 2 weken vrij met de meivakantie, gelukkig. En heb dus in al die tijd lopen uploaden. Goed nieuws, we hebben een abonnee erbij. Hoppa, dat is altijd mooi meegenomen. Nog beter nieuws, er komt een relatieverandering aan in seizoen 6. En dat is de aerodynamica, zeg ik dat goed? Dat zeg ik niet goed, dat is niet de aerodynamica. Dat is de betrouwbaarheid en het chassis wat wordt aangepast. En we hebben genoeg resource en development punten om dat allemaal aan te passen. Dus we zitten hartstikke safe. Dat is goed, hier even een overzichtje wat allemaal moet worden aangepast. Nou, we hebben hoeveel? 43.000 resource punten. Dat zit wel snor. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat wij seizoen 6 gewoon weer gaan domineren. Maar eerst de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. En ik verwacht gewoon dat we door kunnen komen naar Q2. Geen momentje overstuur, dat is goed om te zien. Dan gaan we kijken wat deze run ons gaat opbrengen in Q1. Ik denk dat ik het ook maar bij deze ene run ga houden. Want ik verwacht gewoon door te kunnen komen naar Q2. Zo simpel is dat. Magnussen naar een 1.15.2 volgens mij. Charles Leclerc met de snelste tijd. En wij zetten een 1.12.3 neer. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. En die gaan wij beginnen op de medium band. Kijken of wij een andere strategie kunnen doen dan de rest van het veld. Daar is dan ook George Russell die een outlap doet. Daar kunnen we slipstream van pakken. En Russell start ook op de medium banden. Een klein akkelfietsje, maar dat is geen probleem. Russell gaat dus dezelfde keuze maken als ons. Nicolas Latifi met een 1.14.7. Snelste tijd, maar wij laten paars in sector 2 noteren. Op een compound harder. Nou is onze auto wel veel beter dan een Williams. Klein moment dat we daar te veel doorschoten. Ocon met een 1.14.5 en wij met een 1.14.3. Het is een P5 geworden en ik was het niet zeker. En heb dus van banden geswitcht. We zijn op de zachte compounds. Russell naar P4. Ook op de softbanden naar buiten. En wij komen tot een P1. Dus we zitten er gewoon bij. Maar helaas op een compound zachter. Q3 is bewolkt. Er is gelukkig geen regen voorspeld. En ik verwacht gewoon dat we hem binnenhalen. En dat we hier dan alweer een pole position noteren in My Team Career Mode. Deze bochten nemen we altijd heel goed. Lekker snel. En zo pakken we veel tijd goed op de concurrentie. Verstappen met een 1.13.0. En wij komen tot een 1.12.0. Op een pole position op dit moment. En dat is ook pole position geworden. Maar Russell komt op 17e van ons. Verstappen, de eerste coureur die boven de seconde zit op ons. Dus dat is best wel eng om te zien. Maar goed, daar gaan we dan voor carrière aflevering 66. Hier in Mexico. We starten vanaf pole position. Kijken wat het gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Hopen jullie ook. Daar gaan we dan voor de race.
Here we go then. It's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what are the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk about the professor. What a season they've had. Well-deserved championship victory, and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The professor lines up on pole position, just ahead of George Russell, who starts this event from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Norris, Lewis Hamilton, and Albon, Sainz, Leclerc, Kvyat, and Pierre Gasly, Ocon, Latifi, Sergio Perez, and Magnussen, Vettel, Stroll, Louis Delatraz, and Antonio Giovinazzi, De Vries, Eilert, Grosjean, and Nobuharu Matsushita. Which of these talented drivers will come out on top? Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. We moeten gewoon rustig aandoen, want het kampioenschap hebben we eigenlijk allang gewonnen, adviseert Jeff. Maar dat gaan we niet doen, nee. We gaan gewoon weer strijden voor die overwinning. Ik wil weer overwinning nummer zoveel bij elkaar schrokkelen. Soft, medium is de geplande strategie. Die kan misschien nog wijzigen. Er komt geen regen aan. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En dan gaan we denk ik gewoon beginnen voor carrière aflevering 66. Van F1 2020 My Team Career Mode. De laatste drie rondes zijn eigenlijk ingegaan. We gaan dus beginnen voor de grote prijs van Mexico. De lampen gaan aan. Voor de grote prijs natuurlijk. Wij op pole position rustig naar P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Beter weg dan George Russell. Die heeft al gelijk een Mercedes in zijn kielzog. Die moet er even gaan verdedigen van Max Verstappen. Ik wil eigenlijk een Red Bull zeggen omdat vandaag de grote prijs van Spanje was geweest. Max reed er nog bij Red Bull, nu bij Mercedes in My Team Career Mode terug naar de wedstrijd. Russell verdedigt goed van Max Verstappen in zijn Mercedes. We hebben een klein momentje op die curbstone, dat ziet George Russell. En Russell heeft hier een betere exit. Kijk daar naar die binnenkant, zit ernaast. We remmen wat later dan de Brit. Russell verremt zich, wij kruisen mooi achterlangs. En we houden weer die P1. Dat is goed om te zien, een leuk gevecht voor de leiding. Die wel een klein beetje door, maar Russell kan daar niet van profiteren. En wij hebben dus nu officieel weer de leiding in handen. Dat is goed gedaan in de openingsronde van de wedstrijd. Dan zitten we in ronde nummer 5. Ja, dat is echt goed. 5 van de wedstrijd. Onze snelste raceronde bedraagt een 1:16.911. En Russell nog steeds Verstappen nog steeds achter ons. Russell naar P3 omdat Max hem heeft ingehaald. Gat naar Verstappen is 1,6 seconden, 1,5 seconden. Nieuwe strategie in ronde nummer 12 naar binnen voor. Weer naar de soft en dan naar de mediums. Maar ik ga misschien kijken of wij door kunnen rijden tot een 1-stopper. Dat betekent dat we in ronde nummer 16 of 17 naar binnen duiken. Dat is nog een heel eind te gaan. En ik ben benieuwd of die softbanden dat redden. Zo niet, dan moeten we eerder naar binnen en wordt het een 2-stopper. We zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Een aantal jongens zijn al naar binnen gedoken. Onder andere een Haas, een Williams, een Renault, een Red Bull van Max Verstappen is naar binnen gedoken. Van wie is dat dan? Ik heb echt geen flauw idee wie dat is. Maar goed, ik ben even in de war vandaag. We moeten wat IRS gaan gebruiken en de pitwindow is open om weer naar de softbanden te gaan. In ieder geval een Mercedes van Lewis Hamilton en George Russell duiken naar binnen voor een pitstop. De eerste van vandaag en die gaan denk ik naar de softbanden. Maar wij rijden gewoon nog door in ronde nummer 12.
zitten in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Als ook Max Verstappen naar binnen is gedoken. En het gat naar Verstappen bedraagt al ruim 25 seconden. Hij zet wel de snelste raceronde neer met een 1:15.1 volgens mij. Maar wij pakken dat niet van hem af. Een 1:16.5 noteren wij. Volgens mij was Verstappen snelste raceronde een 1:16.1. Ja, een 1:16.1, geen 1:15.1. Maar we rijden nog gewoon lekker door op die softbanden. Dat gat naar Verstappen bedraagt al 26 seconden. De eerste blauwe vlag wordt al gezwaaid. En dat is voor, laat me raden, Grosjean. Nee, Lance Stroll wordt op een ronde gezet in ronde nummer 15 pas. Dat is extreem vroeg. Maar dat komt ook omdat wij nog niet naar binnen zijn gedoken. Maar mijn linker voorband heeft het heel zwaar. Er zit al een streep in het midden van de band. Dat betekent dat die band er zo meteen aangaat. De vraag is alleen wanneer. 64% is mijn linker voorband. Dus daar moeten we mee voor oppassen. Ik bevestig hiermee dat ik na deze ronde naar binnen wil. En ga voor de medium band. Dan gaan we daar 20 ronden lang mee doorrijden tot het einde van de wedstrijd. Blokkeren vanwege slijtage. En we gaan dus naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We doen een hele andere strategie dan de rest. Want Verstappen en Russell en Co. moeten allemaal nog een keer naar binnen. Voor een andere compound. En die gaan wij dan nu inlossen. Ja, aflossen eigenlijk. Inlossen. Dan is de vraag, waar komen wij terecht? Ik denk gewoon nog steeds aan de leiding. Want dat gat naar Verstappen bedraagt 23 seconden. Een pitstop hier doet ongeveer, wat zou ik zeggen, 22 seconden ongeveer. 2,7, goede pitstop. Dat bedraagt ongeveer 22 seconden. En we komen gewoon mooi weer aan de leiding de baan op. Gat naar Verstappen is 1,6 seconden, 1,5 seconden, 1,4 seconden, 1,3 seconden. Maar hij heeft niet de leiding veroverd die hij zou willen hebben. We zitten in ronde nummer 18 van de wedstrijd als we de snelste raceronde noteren met een 1:15.2. 1,2 seconden sneller. Teamgenoot leiden wij met 6,0 seconden. Dat gat naar Verstappen bedraagt al 3,1 seconden. Dus dat ziet lekker op. We zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd als daar weer Lance Stroll is. Terwijl een Haas binnen is geweest. Ook Williams is binnen. Maar Lance Stroll wordt op een ronde gezet. Ook Verstappen, Russell, Hamilton en Sainz zijn allemaal naar binnen gedoken. Voor hun laatste pitstop. Voor hun verplichte laatste pitstop. En dat gat naar Verstappen bedraagt 27 seconden. Stroll wordt hier mooi op een ronde gezet. Gaat nog niet echt voor mij aan de kant. Wanneer dan wel? Hier? Jazeker, dat doet hij goed. 3/10 langzamer en daarvoor rijdt dan een Williams en een Alfa Romeo, volgens mij van Nicolas Latifi. Ja, dat is Latifi en die gaat hier mooi voor mij aan de kant. Volgende heet dan Antonio Giovinazzi en daarvoor rijdt Nick de Vries. Giovinazzi gaat hier ook al mooi aan de kant. Jazeker, dat doet hij goed. En nu moeten we dus naar Nick de Vries rijden. We zitten wel een klein beetje, we schoten er wel een klein beetje door. Ik wou eigenlijk zitten, we zitten paars in sector 1 neer. Maar ja, door Nick eigenlijk was ik afgeleid. En schoot ik per ongeluk door. De vraag is, waar laat de Vries ons voorbij? Blauwe vlaggen krijgt hij sowieso. Paars in sector 1. De Vries laat ons hier mooi voorbij. Groen in sector 2. 3/10 langzamer, maar dat is geen probleem. We zitten in ronde nummer 27 van de wedstrijd. Het gaat dus ronde nummer 28 worden. Pitwindow is open om naar de softbanden te gaan, maar dat gaan we niet doen. We blijven gewoon buiten en gaan een eenstopper proberen. Kijken of de banden dat volhouden. Nou, we zijn sowieso heel laat naar binnen gekomen voor de mediums. Dus dan zou dit wel goed moeten komen. Kevin Magnussen wordt ook op een ronde gezet door ons. We gaan ronde nummer 29 alweer in.
De vraag is, wanneer laat Magnussen ons voorbij? Een heel groepje jongens voor Magnussen, met onder andere Albon, Charles Leclerc, een Renault en een Racing Point van Sergio Perez. Magnussen krijgt de blauwe vlaggen. Die laat ons hier mooi voorbij. Doet hij goed. Hij rijdt in een Alfa Tauri namelijk. Ik dacht een Haas, maar het is een Alfa Tauri geworden. Wanneer laat Albon ons voorbij? Ik denk dan zometeen op dat rechte stuk. We hebben ook DRS van de Britse Thai. En Albon laat ons hier mooi voorbij. Dat is goed om te zien. Daar rijdt dan Sebastian Vettel rond op P13. Die moet ons hier ook mooi voorbij laten. Dat doet hij niet. Vettel laat ons hier niet voorbij. Het heeft ons wat tijd gekost. Alhoewel het eigenlijk niet zo erg is. Want ja, 34 seconden voorsprong. Zie dat maar eens dicht rijden met nog 6 seconden te gaan in de wedstrijd. Vettel is een lastige. En moet hier toch echt aan de kant. Mooi, we zijn er voorbij. Perez en Deletras knokken nog voor P11 in de wedstrijd. Wij kunnen hier mooi achterlangs kruisen van die twee. Deletras heeft een plekje goed gemaakt, maar ik ben hier niet blij mee. En Vettel valt dan gelijk Sergio Perez aan voor P12. Ja, Vettel zit ernaast. Is hij er ook voorbij? Weet ik niet. Ronde nummer 31 en daar rijdt Dani Kvyat op P10. Die moet hier ons ook voorbij zien te laten. Die moet hier ons ook voorbij zien te laten. Ja, dat wou ik dus zeggen, maar ik sprak het verkeerd uit. En Kvyat laat ons hier mooi voorbij. Dat is goed om te zien. Dat gaat naar Lando Norris, bedraagt al meer dan een minuut. Dus een dominant optreden hier in Mexico vanwege een andere strategie. Het is daar geel, omdat daar iemand langzaam rijdt. Een Ferrari-coureur rijdt daar langzaam. Dat is Charles Leclerc die daar uitvalt volgens mij. Ja, een ploffende motor voor de Monegasque. En wij zetten hem op een rondje achterstand. En Charles Leclerc is dus uitgevallen met nog 5 ronden te gaan in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 32. Nog 4 ronden te gaan. Inmiddels ronde nummer 32. Nog steeds tegen het einde van de wedstrijd. Als Charles Leclerc zijn auto nog niet is weggesleept. Dus die heeft nu 2 ronden achterstand op zijn naam staan. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor een Racing Point. Nee, voor een Renault. Het is denk ik voor Daniel Ricciardo. We moeten wel naar hem toe zien te remmen. Sorry, het is Ocon. Ocon op een ronde gezet. Niet Daniel Ricciardo, maar Esteban Ocon. De volgende heet dan Pierre Gasly. Die op P7 rijdt. We gaan ronde nummer 34 alweer in. Nog 2 rondes te gaan. En dan zit de wedstrijd er alweer op. En dan winnen we dus alweer een grote prijs. Een dominant optreden tot nu toe. Wat we gewoon vast moeten houden. En in seizoen 6 denk ik ook gewoon. Dus dat belooft gewoon, ja, veel spektakel voor volgend seizoen. De vraag is ook, gaan wij door met George Russell of moeten wij iemand anders kiezen? Zoals bijvoorbeeld Max Verstappen. Gasly op een ronde gezet door ons. Hij rijdt op P7. Groen in sector 1, een tiende sneller. En Carlos Sainz op P6 wordt ook op een ronde gezet. Tot nu toe bijna iedereen van het veld op een ronde gezet, wat een record is voor ons. Er zijn nog 5 ronden fuel remaining. Maar dat moet wel goed komen, Jeff. Maak je daar maar geen zorgen over. Carlos Sainz laat het hier mooi voorbij. Het is daar geel op start-finish. Een Haas rijdt daar langzaam. Is dat Romain Grosjean? Of is dat Callum Ilott? Ik denk Romain Grosjean, want die reed als laatste op de baan rond. Ja, Romain Grosjean uitgevallen in de wedstrijd. Met nog 2 rondes te gaan.
Nu nog één ronde te gaan. Grosjean staat daar stil aan de rechterkant van het circuit. Gele vlag. Wordt gezwaaid. En dan gaan we zo meteen Lando Norris op een ronde zetten. Die heeft gewoon een minuut achterstand. En die rijdt gewoon voor ons. Laatste ronde loopt van de Grote Prijs van Mexico. Een heel dominant optreden met een andere strategie dan de rest. Verstappen pakt George Russell, jammer maar helaas. Russell wel naar P3, maar ik had liever gehad dat hij naar P2 is gegaan. We krijgen nog een blauwe vlag, omdat Lando Norris daar nog in de weg rijdt. Die moet opzij. En dan hebben we gewoon... Dan is alleen de top 4 binnen dezelfde ronde gefinished. Want Norris rijdt rond op P5 en die is nu ook op een ronde achterstand gezet. Dus dat geeft wel iets aan voor volgend seizoen. Een heel dominant optreden. Nog een aantal ronden fuel remaining, maar dat is geen probleem. Die kunnen we gewoon op gaan branden. Dan komen we aan bij sector 3, laatste deel van het circuit, het stadiongedeelte. Waar de confetti zo meteen omhoog gaat. We worden geduwd door kanonnen. Daar heb je het al. Confetti is los. We komen aan bij de laatste bocht in Mexico. Winnen alweer een grote prijs. En dan gaan ze opmaken voor de 1 na laatste aflevering in Brazilië. Nice work, that's P1. Race win, well done. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So, Anthony, what made the difference out there today? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook de snelste resultaatpunt. Max Verstappen naar P2, Russell naar P3. En Verstappen krijgt Driver of the Day. Niet terecht, nee, die had naar ons gemoeten, sowieso. Hamilton naar 4, Norris 5. En vanaf daar allemaal iedereen op een ronde of meer op een achterstand gezet. Grosjean zelfs op 4 rondes. En één uitvaller, Charles Leclerc. 153 punten verschil naar George Russell, dat is al lang bekendgemaakt. 316 punten verschil naar Mercedes. Ja, het is wat het is. Dit was dus deze aflevering, mensen. Het zit er alweer op. Heb jij genoten? Beloon het dan zeker met een like. Ben jij nu mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Criminal content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Like die als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Gaan we weer in Brazilië.